Qua onkruiden is die zeebies best wel een opkomend probleem aan het worden. Ja, het breidt zich alleen maar uit. Ik vind het best wel erg geworden, dus we moeten er iets aan gaan doen. Vandaag een demonstratie met name op zeebies gericht, maar het is natuurlijk breder de problematiek. Van wortelonkruiden. Dus we zitten hier vandaag in lage zwaluwen. Deze regio, met name ook wat veenachtige gronden, komen gewoon veel zeebies tegen. Het probleem komt met name vanuit de slootkanten, waar de zeebies vanuit de slootkant op het perceel wordt gebracht. En daarna met bewerkingen, misschien ver in het verleden al, zijn de zeebies ook het perceel ingetrokken. Ja, vandaag zijn wij op het perceel van Johan Pals. Hij is een schoonwater akkerbouwer. En daar zijn we druk mee bezig met ondernemers om aan de slag te gaan om minder emissie naar grond- en oppervlaktewater te krijgen. En waarom we nu specifiek hier zo bij Johan zijn, is omdat hij in een toekomstgesprek, wat we jaarlijks houden eigenlijk met de deelnemers, aangaf wel problemen te hebben met wortelonkruiden of het lastig te vinden om dat te gaan bestrijden. En op die manier hebben we een team van experts, hebben wij als CLM zijnde bij elkaar gevoegd. En zijn we nu aan het kijken van wat kunnen we nou eigenlijk mechanisch tegen die wortelonkruiden doen. En ook op een realistische manier, door echt samen te werken. Het is een knolletje, ja, soms 2-3 centimeter en hoe langer ze staan worden ze steeds groter. Ja, die is heel hardnekkig om kapot te krijgen. Ja, hij is gewoon heel lang kiemkrachtig. Nou is het bij zeebies ook zo dat de chemische mogelijkheden ook niet zo heel succesvol zijn. Zelfs met een middel als glyfosaat is het helemaal niet zo succesvol. Dus het is ook echt wel zoeken van wat kunnen we dan nog. En zodoende komen we dus inderdaad ook via die weg bij mechanisch terecht. Ja, de technieken die we hier laten zien hebben een positief effect op het mechanisch bestrijden van onkruiden. Dus het is de hoop dat het ook een positief effect heeft op zeebies. 5 technieken. We hebben eigenlijk gewoon echt het standaard ploegen midden in de zomer als techniek 1. Het helemaal uitdrogen van de wortelonkruiden. Andere manieren van uitdrogen die we hebben laten zien is een standaard stoppelcultivator, facilitantcultivator, die hier op het bedrijf zelf aanwezig is. We hebben de Gütler triltandcultivator die wat meer in staat is om het materiaal naar boven te werken. Dus ook het uitdrogen van het materiaal, maar dan nog meer aan de oppervlakte. En dan hebben we de Quick Killer. De rotor die eigenlijk de grond zo bewerkt dat het onkruid bovenop komt te liggen. Het is een vrij intensieve mechanische vorm. En als laatste hebben we ook 2 elektrische alternatieven. Waarbij eigenlijk het gewas eigenlijk geëlektrocuteerd wordt. Waarbij de bolletjes hopelijk af gaan sterven. We hebben begin van de maand hebben we al een eerste keer met alle machines gereden. Het perceel is geploegd, alle machines hebben een rondje gereden. We hebben met de elektrische Zasso hebben we ook een baan gereden. En vandaag hebben we dan de Andela e-wheeler heet die ook elektrificeerd hebben we gereden. En daarbij was het voordeel dat de zeebies ook een beetje meer bladmassa had. Dus we verwachten dat dat misschien, of we hopen eigenlijk dat dat nog een groter effect heeft. Wat ik nu zie is dat we goed in staat zijn denk ik om wortels omhoog te werken. Maar wat nog een zorg is of we de bolletjes, of we die dood kunnen krijgen daarmee. En dat durf ik nog niet te zeggen, dat moeten we ook nog echt ervaren. In deze verschillende demonstraties neem ik nog bollen mee die op verschillende manieren kapot zijn gemaakt. Is het elektronisch of met uitdroging. En ook een stukje chemisch, die bollen neem ik ook mee om te bekijken of we daar resultaten in terug kunnen vinden. Of aanknopingspunten om verder na te kijken. Terugkijken op de demo denk ik dat we best wel wat we hebben bedacht hebben kunnen uitvoeren. Het idee van indrogen van de grond, het aan de oppervlakte brengen van het probleem onkruid, dat is eigenlijk allemaal best wel gelukt. Het elektrificeren van het onkruid is ook goed gelukt. Het is nu echt afwachten wat de uitwerking wordt en of we verschillen gaan zien. En ik denk dat we ook gewoon bij die zeebies nog best wel even nodig hebben om daar grip op te krijgen, om daar kennis in op te bouwen wat het meeste effect geeft. En ik denk dat we in het volgende seizoen verder moeten kijken van wat hebben we van dit geleerd, hoe gaan we daarmee verder. In ieder geval één ding waar ik zelf nog hoop op heb is dat we ook met het afvoeren van het materiaal wat bovenop ligt nog een hele slag kunnen maken. Ja, meer informatie over het project Schoonwater voor Brabant is te vinden op onze website www.schoonwater.nl of volg ons via de socials. Maar als je je aanmeldt, dan krijg je ook deeltips, nieuwsbrieven. En dan ben je altijd op de hoogte van de laatste dingen die er gebeuren.